Breda Nu. Je weet het meteen. Met de crash van fasepenning wil de gemeente Breda de duizenden vrijwilligers die actief zijn in Breda bedanken. Uit de aanmeldingen bij Breda Actief zijn 6 individuen en groepen geselecteerd. En op een feestelijke avond worden de winnaars bekendgemaakt. Voordat ik de naam ga noemen. Deze 71-jarige man zet zich keihard in, nog steeds, voor de wijkraad Heusdehout. 20 jaar lang actief in de wijkraad, de collecte, het Sinterklaascomité, we hebben het allemaal langs zien komen. De Chris van Fasepenning van dit jaar gaat naar Leen de Bruin. Leen, je hebt hem te pakken, hè? Ik had gehoopt dat ik zo geen eigen merk heb. Had je stiekem wel een beetje op gehoopt? Ja, tuurlijk. Die naast me staan open er ook op. Ja, daar kan je maar één penning krijgen. Nee, kijk, dit is de enige echte Chris van Fasepenning. Dat ziet er zeker mooi uit. Mag u zo, zal ik de bloem eens vasthouden? Dan kunt u hem zelf... Dames en heren, de winnaar! De winnaar in de categorie individuen is Leen de Bruin, die zich sterk inzet voor de wijk Heusdehout. Aanmoedigingsprijs 2015. De aanmoedigingsprijs gaat naar het welkomstcomité asielzoekers. Waar zet u zich voor in? Voor asielzoekers, om die les te geven. Zodat ze op een hele korte termijn de Nederlandse taal kunnen spreken. En wat betekent het vrijwilligerswerk voor u? Ik sta er eigenlijk nooit bij stil. Ik ga elke dag met heel veel plezier aan de slag. En het is ontzettend leuk om te doen. Samen met 40 andere taalcoaches. Het is geweldig. Het zijn vrijwilligers. En die mensen gaan daarvoor. En dat maakt het zo leuk. Dat is het verschil, denk ik, met mensen die voor een salaris moeten werken. Ik denk dat de groepspenning van dit jaar gaat naar de allergrootste groep. Dames en heren, het Brakke Festival al jaren de prijs. Nu de prijs. En en de winnaar in de categorie groepen zijn de vrijwilligers van het Brakke Festival. Ik sta hier natuurlijk niet voor mezelf, maar dat doet niemand die hier is. Wij vertegenwoordigen zo'n grote groep vrijwilligers die het met zoveel liefde doen. Maar dat doet iedereen die hier aanwezig is, anders ben je hier niet. Dus daarom jongens, het is voor iedereen. Wat doet zo'n avond met u? Ja, geweldige avond was het weer en het doet heel veel met je, want dit zijn mensen en we hebben het echt over ongeveer 50.000 Bredanaars, 1 op de 3, die zich iedere dag weer belangeloos inzetten voor onze stad, voor mensen in onze stad. En ja, dat je die een keer op deze manier mag bedanken, dat is ongelooflijk fijn, want eigenlijk wil je dat iedere dag doen. Het is helemaal niet zo gewoon wat deze mensen allemaal doen. En dat voelt heel erg fijn om ze zo te mogen bedanken. En die prijswinnaars, ja, dat zijn er dan 2, hè, een groep en een individu. Maar ze zeggen het zelf ook, eigenlijk verdienen ze het allemaal. En dat geldt voor al die 50.000 Bredanaars die zo hard werken.